Goedemiddag en welkom bij de presentatie van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen over onze masteropleidingen die je kunt volgen na een professionele of hbo-bachelor. En we gaan in deze presentatie ook specifiek toelichten wat de schakelprogramma's zijn, dus op welke manier je kunt schakelen van die professionele bachelor richting een academische master aan onze faculteit. Mijn naam is Katrien Antonio. Ik ben de programmadirecteur van de zij-instroommasters aan de FEP. En ik zal samen met collega professor Tom Verbeke deze presentatie voor jullie verzorgen. De faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt opleidingen aan op 4 campussen. En we gaan vandaag spreken over opleidingen, opleidingen, schakels, die overheen die verschillende campussen worden aangeboden. Om te beginnen, wat is een schakelprogramma en wat zijn specifiek onze schakels die we inrichten aan onze faculteit? Dat is heel belangrijk doorheen heel deze presentatie, want zoals ik al zei, die schakel, dat is jullie noodzakelijke brug tussen de vaardigheden die je hebt opgebouwd tijdens jullie professionele bachelor- of hbo-opleiding en de academische master die je beoogt te willen volgen aan onze faculteit na het succesvol afronden van de schakel. De schakel zorgt ervoor dat je de vereiste voorkennis, kwantitatieve vorming, inzicht in wetenschappelijke methoden en technieken verwerft die je nodig zult hebben om de vakken in de master succesvol te gaan afronden. Uiteraard ontwikkelen we jullie verder richting kritische reflectie, het zelfstandig aan de slag gaan met het studiemateriaal. Tijdens ons schakel sta je er niet alleen voor. Hè. Dus hier beginnen we met een sheet die een aantal initiatieven toelicht die beschikbaar zijn voor jullie tijdens het werken aan de vakken in je schakelprogramma. Zo kan je al meteen aan de slag met ons online voorbereidingstraject op het vlak van wiskunde. U ziet de link daar staan. En vlak voor de start van het academiejaar kan je ook nog eens een intensieve opfriscursus wiskunde gaan bijwonen. Doorheen het schakelprogramma kan je beroep doen op onze studiebegeleiding die vakgebonden is, die dus op maat is van een bepaald vak, die in groep georganiseerd kan worden, individueel, waar je ook de mogelijkheid hebt om je studiemethode, je planning te gaan bespreken met studiebegeleiders die heel wat ervaring hebben in het begeleiden van onder meer schakelstudenten. Voor welke opleidingen in ons aanbod hebben we zo'n schakelprogramma beschikbaar? Met andere woorden, wat kunnen we jullie vandaag, na afloop van jullie professionele bachelor, wat kunnen we jullie aanbieden? Wel, we gaan spreken over 3 masteropleidingen. Die staan in de eerste kolom. Master in Accountancy Revisoraat, in het informatiemanagement en de master in de handelswetenschappen. Die laatste 2 hebben ook telkens een Engelstalige equivalente opleiding. En je ziet dat we voor deze masters een schakelprogramma aanbieden. En die schakels die zijn in het geval van de eerste 2 masters ingericht zowel in Leuven als in Kortrijk, waarbij de eigenlijke master, Accountancy Revisoraat of Information Management, waarbij dat opleidingen zijn waar je dan voor de master naar Leuven komt om de master te gaan afleggen. En straks gaat Tom verder met het verhaal over de master in de handelswetenschappen. En daar zie je dat de schakel beschikbaar is in Brussel, Antwerpen en Kortrijk. En de eigenlijke masteropleiding zit in Brussel en in Antwerpen. Ik ga beginnen met onze master in de accountancy en revisoraat. We noemen dat een specialiserende master, omdat je hier heel duidelijk gaat focussen op het domein van accountancy en revisoraat. Dus je weet heel goed waar je naartoe wil en je wilt verdiepende vakken, specialistische vakken over dat onderwerp gaan verwerken. De master wordt aangeboden op onze campus in Leuven. 60 studiepunten, dat wil zeggen een 1-jarige masteropleiding, waarbij het de bedoeling is om te gaan werken rond het lezen van, het opstellen van financiële informatie, het beoordelen van financiële informatie van bedrijven, het vormen van je vaardigheden, van je kennis rond financiële accounting, management accounting, auditing en
waar de master je ook voor opleidt uiteindelijk, is om dan verder te gaan richting het gereguleerde beroep van accountant of bedrijfsrevisor. Kijken we dan naar de schakel specifiek ingericht voor deze master. Dus dit is iets dat voor de eigenlijke masteropleiding komt, daar ga je mee starten. En die schakel is toegankelijk voor studenten met een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde. Studenten die verder willen gaan aan de KU Leuven, die zich willen vervolmaken richting accounting en of auditing, die interesse hebben in het beroep van bedrijfsrevisor of accountant. Dus kijken we dan naar de samenstelling van dat schakelprogramma. Het is een schakelprogramma van een volledig jaar, 60 studiepunten, wat je dus gaat afleggen voor je aan de slag kunt met de eigenlijke master. En waar je binnen deze schakel eigenlijk een heel aantal vakken uit de bachelor toegepaste economische wetenschappen zult gaan verwerken. En ruwweg kunnen we de vakken, de vaardigheden, de kennis die je in die schakel gaat opdoen, kunnen we die onderverdelen in vier pijlers. Een pijler rond economie, een pijler rond management van bedrijfsdomeinen, rond ICT, information management, en een pijler rond wiskunde en statistiek. Ja? Heb je dat succesvol afgelegd, dan heb je je toegang tot de master in de accountancy en revisoraat. Dan heb je daar de nodige voorkennis voor achter de kiezer. En dan kan je verder gaan met onze specialistische master. Hier is het geen verrassing dat als we kijken naar de verplichte vakken binnen die accountancy en revisoraat, dat die verschillende topics zoals auditing, accounting, ERM, vernootschapsrecht, deontologie, dat dat aan bod komt. Dat we daarnaast een palet hebben van vakken rond management accounting, bijvoorbeeld consolidatie, financiële bedrijfsdoorlichting en de mogelijkheid om via keuzevakken nog wat eigen accenten te leggen. Hier komt ook een masterproef uiteraard aan te pas. Masterproef van 15 studiepunten in deze eenjarige master, ingericht op campus Leuven. Dat was onze eerste opleiding die we vandaag wilden bespreken. Een tweede opleiding richt zich op information management, of in het Nederlands informatie management. Ook een opleiding, masteropleiding, die ingericht wordt op campus Leuven. Hier zitten we opnieuw met een opleiding van 60 studiepunten, Engelstalig, Nederlandstalig, naar keuze, die als doelstelling heeft om studenten op te leiden om aan de slag te gaan met de informatiebehoeften binnen een bedrijf. Dat wil zeggen dat de focus hier minder ligt op technisch ontwerpen, coderen, programmeren, maar eerder op het vormen van een brugfunctie tussen de IT, ICT aan de ene kant, de techniek aan de ene kant, en de verschillende bedrijfsdomeinen, de werking van het bedrijf, de context van het bedrijf aan de andere kant. Ja, dus als jij geïnteresseerd bent om een dergelijke bruggenbouwer te worden, dan is dit een opleiding voor jou. Vanuit een professionele bachelor- of hbo-opleiding ga je dus, zoals eerder uitgelegd, niet rechtstreeks in die master kunnen instromen, maar zal je eerst gedurende een jaar van 60 studiepunten aan de slag gaan met de vakken in het schakelprogramma. Dus deze schakel is toegankelijk voor professionele bachelors in de domeinen die hier staan opgelijst, met een basiskennis van informatica en vooral heel veel interesse en goesting om te werken rond de toepassing van informatica in een bedrijfscontext. De samenstelling van dit schakelprogramma is vrij analoog aan wat ik daarnet heb uitgelegd voor accountancy en revisoraat. Dus je ziet hier opnieuw die vier grote pijlers terugkomen waar je aan de slag zult gaan met vakken uit de bacheloropleiding in de toegepaste economische wetenschappen. Heb je deze schakel succesvol afgerond, dan kan je verder gaan in de eigenlijke masteropleiding in het informatiemanagement of in het Engels in information management. En hier zie je opleiding van 60 studiepunten met verplichte opleidingsonderdelen rond beleidsinformatica. Je ziet ze hier opgelijst, architectuur, modeling of management information systems, ICT service management, om er maar twee te noemen. Je gaat ook werken rond database management, business information systems en hebt vervolgens de
keuze om een accent te leggen richting data science, richting software engineering, management of via een project of stage. Ook hier een masterproef van 15 studiepunten om je mastertitel hier finaal te verdienen. Dan gaan we verder met het verhaal rond handelswetenschappen en ik geef daarvoor heel graag het woord door aan collega Tom Verbeke. Welkom voor de verbredende opleiding met optie tot specialisatie, met name de master in handelswetenschappen, de master business administration. Je kunt die opleidingen volgen op campus Antwerpen en op campus Brussel. Schakelprogramma, zoals ik direct zal aangeven, kan je volgen op campus Antwerpen, campus Brussel of op campus Kortrijk. Je kan het volgen in het Engels of in het Nederlands. Maakt niet uit welk schakel je programma je volgt. Eender welke schakel heeft toegang tot eender welke master. Laten we beginnen met de doelstelling van de master. De master handelswetenschappen heeft tot doel om mensen die afgestudeerd zijn een doorgedreven kennis en een doorgedreven inzicht bij te brengen van een managementdomein, een specialisatie die je kiest. Die kennis, dat inzicht gebruiken om bedrijfsprocessen te analyseren en die analyse maak je om operationele of strategische managementbeslissingen te kunnen nemen of die te kunnen ondersteunen. En daarvoor heb je het eerste blokje nodig, daarvoor heb je die analyse nodig. Verder brengen we u een aantal managementvaardigheden aan en die managementvaardigheden moet je kunnen toepassen. Vooraleer je toegang krijgt tot de master, moet je wel via het schakelprogramma. Het schakelprogramma, iedereen die binnen het studiegebied handelswetenschappen of bedrijfskunde een professionele bachelor heeft behaald of een BANABA heeft behaald, het kan dus zowel een professionele bachelor zijn als een BANABA of in Nederland een HBO-diploma. Iemand die een professionele bachelor heeft behaald in het studiedomein onderwijs, secundair onderwijs, maar wel met wiskunde en economie als onderwijsvakken, wel, die kan doorstromen naar de master. Wanneer wil je doorstromen naar de master? Wel, je wilt vooral doorstromen naar de master. Je wilt dat schakelprogramma doorlopen omdat je je expertise wilt aanvullen. De expertise die je al hebt verworven binnen je professionele bachelor. Omdat je die expertise wilt aanvullen, je wilt die verdiepen, je wilt die verscherpen. En met name met wat meer academische kennis, wat meer academische vaardigheden binnen het domein van de handelswetenschappen, binnen het specialisatiedomein dat je zal kiezen. Twee, je wilt ook je onderzoeksvaardigheden aanscherpen. Je wilt die onderzoeksvaardigheden aanscherpen om die te kunnen inzetten wanneer je bedrijfseconomische vraagstukken moet oplossen. En je wilt je verder verdiepen in een managementdomein. Dat kan een algemeen managementdomein zijn. Dat kan ook een heel specifiek managementdomein zijn in accounting, in finance en dergelijke meer. Het schakelprogramma zelf, wel, we hebben veel varianten van het schakelprogramma. We hebben een variant in het dagonderwijs, we hebben een variant in het avondonderwijs. Beide zijn 60 credits. De dagvarianten kun je volgen op de campus in Brussel, op de campus in Antwerpen en op de campus in Kortrijk. Op de Brusselse campus kan je het schakelprogramma ook volgen in het Engels, het bridging program. In het dagonderwijs heb je ongeveer, en dat zal dus verschillen van week tot week, maar heb je ongeveer een 25-tal uur college. Talen zijn niet begrepen in het schakelprogramma. En voor degene die vooraf voor de start van het schakelprogramma hun wiskundekennis wat zouden willen bijspijkeren, wel, daarvoor bestaat er een vrijblijvende, dat is niet verplicht, inleidende cursus wiskunde, die start net voor de start van het schakelprogramma zelf. Het avondtraject, ook 60 credits, op de Brusselse campus, is verspreid over 2 jaar. 2 keer 30 credits, dat laat ons toe om die avondblokken in te vullen op 2 vaste dagen, bijvoorbeeld op maandag en woensdag in uw eerste jaar en op dinsdag en donderdag in uw tweede jaar. Er zijn opnieuw geen talen en de onderwijsaanpak is iets anders. U zult geen 12 contacturen hebben per week, de helft van de 25, maar het is een combinatie van afstandsonderwijs met on-campus onderwijs. Het is een combinatie van
hoorcolleges, werkcolleges on campus met vooraf opgenomen video's of synchrone online lesmomenten. Ook daar is er een vrijblijvende inleidende cursus wiskunde voorzien voor de start van uw schakelprogramma. Het schakelprogramma zelf is samengesteld uit de grote blokken, zeg maar, management van bedrijfsdomeinen. Daarin scherpen we uw kennis aan die je al verworven hebt binnen uw professionele opleiding. We verdiepen die kennis, we voegen daar een stuk academische elementen aan toe. Het tweede grote blok, dat zijn uw onderzoeksvaardigheden en uw kwantitatieve vaardigheden. 12 credits in wiskunde en statistiek en 6 credits in onderzoeksvaardigheden, onderzoeksmethodologieën. Dan hebben we economische analyse en internationale oriëntatie, microeconomie, macroeconomie, internationale economie. Een bedrijf staat niet los van de samenleving, een bedrijf staat niet los van de mens. Mens, samenleving en economie zijn met elkaar verbonden en dat komt aan bod in het laatste stukje van uw schakelprogramma, het blokje onderaan, 3 credits rond gedrag en maatschappij. Als je het schakelprogramma doorloopt, dan kom je terecht in de master. En in de master hebben we zowel op campus Antwerpen als op campus Brussel, voor wat het Nederlandstalige traject betreft, hebben we een specialiserende insteek. De specialisatie is 30 credits. Je hebt vakken voor 30 credits binnen een specialisatie. Vaak koppel je daar ook de masterproef aan vast. Dat zijn er nog eens 15. Je hebt een drietal credits om je onderzoeksvaardigheden binnen je gekozen specialisatie nog verder te verdiepen. En je hebt 12 credits of 2 vakken van 6 credits in de keuze. Die keuzevakken laten u toe om uw specialisatie nog verder uit te breiden, nog verder te verdiepen. Maar je kan die keuzevakken ook gebruiken om uw opleiding wat te verbreden en een aantal vakken op te nemen die niet specifiek horen tot uw specialisatie, maar die daar heel nauw mee verwant zijn of die daar ook absoluut niet mee verwant zijn. We hebben die opleiding op Campus Antwerpen en op Campus Brussel in avond en dag. Op Campus Brussel zijn er de algemenere managementdomeinen bedrijfsmanagement en ondernemerschap, people and change management en Europese en internationale betrekkingen. In Antwerpen is dat internationaal zakenwezen. Dan hebben we de managementdomeinspecifieke specialisaties, accounting, auditing en controle, fiscaliteit, finance en banking, strategische marketing management en business information management in Brussel, accountancy en fiscaliteit, financieel management, human resources management en marketing management in Antwerpen. 2 specialisaties in hetzelfde domein hebben altijd een andere finaliteit. Als de specialisatie in Antwerpen, accounting en fiscaliteit, als je die specialisatie bekijkt en je legt die naast de specialisatie in hetzelfde managementdomein, accounting, auditing en controle in Brussel, dan zal je zien dat de finaliteit van die 2 opleidingen anders is. Hetzelfde voor wat finance en banking betreft, het perspectief van de bank, en financieel management, het perspectief van het bedrijf. In het avondonderwijs hebben wij 1 specialisatie, een algemeen managementspecialisatie. Daar laten we de student toe om iets vrijer een keuze te maken. We hebben een set van vakken en je kiest er 7 uit momenteel een set van 9 vakken, zodanig dat je daar je eigen accenten kunt leggen wat je opleiding op masterniveau betreft. De Master Business Administration ziet er iets anders uit. In de Master Business Administration hebben we een verplicht luik. Leadership and Behavioral Decision Making en Ethics, Responsibility and Sustainability worden daardoor iedere student gevolgd. Elke student kiest ook een trackmodule. Dat is de specialisatie die we hebben in handelswetenschappen. Hier in de MBA, die is daar beperkter, 18 credits. En verder loopt het traject identiek. Er is een masterproef van 15. Er zijn business research methods voor 3 credits. En je kan je track verdiepen door je keuzeopos in hetzelfde domein te kiezen, of je kan keuzeopos, keuzevakken, electives kiezen in flankerende domeinen of in domeinen die ver verwijderd zijn van uw trackmodule. Dat is uw eigen keuze, dat is uw eigen inzicht, dat zijn uw eigen preferenties. We hebben heel veel tracks die we ook in handelswetenschappen zien, maar er zijn er ook een aantal die we uniek aanbieden voor het MBA, voor de MBA-opleiding. Dat is bijvoorbeeld Sustainability Management op de Brusselse campus.
European Public Policy and Management op de Brusselse campus, of International and Sustainable Finance op de Brusselse campus. Op de Antwerpse campus is dat bijvoorbeeld Global Logistics and Port Management. Wil je meer informatie, dan kan je die informatie vinden op onze website. Je kan ook al de programma's bekijken wanneer je naar onderwijsaanbod.kuleuven.be gaat. Daar kan je alle informatie vinden, vak per vak. Daar kan je alle informatie vinden, zowel voor de keuzevakken, de plichtvakken, als de specialisatievakken. Ik ben rond wat mijn uiteenzetting betreft. In naam van mezelf en Katrien wens ik u verder een prettig weekend. En ik hoop u volgend jaar op één van onze campussen, de Antwerpse, de Leuvense, de Brusselse of de Kortrijkse, terug te zien in één van onze schakelprogramma's.